Vandaag in ons programma Ben ten Hoven, kwartiermaker van de KVL. Goedemorgen Ben. Goedemorgen. Ten Hoven, welkom in ons programma KVL Meer dan Geschiedenis. En jullie welkom op Leerfabriek KVL. Kijk dan. Wie is Ben ten Hoven? Ben ten Hoven is een man van 54 jaar, woonachtig in het westen van het land, Voorburg. Die een enorme passie heeft voor erfgoed. Oude fabriekscomplexen waar niemand meer wat in ziet. Zo. En daar word ik helemaal enthousiast van en daar zie ik allerlei dingen gebeuren. En wat is een kwartiermaker? Een kwartiermaker is iemand die is aangesteld door de provincie Noord-Brabant hier. Want ik werk voor de provincie hier in dit project. Om de plannen die we op papier hebben gezet hier ook daadwerkelijk waar te maken. Dat betekent alle bedrijven hier naartoe te trekken. Zorgen dat de gebouwen herontwikkeld gaan worden. Zorgen dat we de hele omgeving erbij betrekken. Eigenlijk zorgen dat het een succes gaat worden. Ben, is het een vak of een combinatie van? Ja, het is meer een combinatie van. Als je kijkt naar mezelf, met mijn achtergrond, heb ik wel een vastgoedachtergrond. Ik heb bij adviesbedrijven gezeten. Meer een stedenbouwkundige, planologische achtergrond. En dan wordt het een mengelmoes. En dan kun je op een gegeven moment, vind ik, kwartiermaker zijn. Is het zo dat je zegt, nou, we hebben al een hele mooie grote klus afgemaakt hier. Kun je er iets over zeggen? Het hoofdgebouw is klaar. EKWC heeft zijn intrede gedaan. We zijn met de woningbouw opgestart hier in de omgeving. Eigenlijk, als je ziet, is er al zoveel tot stand gekomen. En daar ben ik wel helemaal blij mee. Nou, heb ik ook begrepen dat je, en dat verbaast mij, dat je ook nog investeerders moet zoeken voor het U-gebouw. Ja, dat is zo. De opdracht die we hebben gekregen vanuit de provincie is dat wij de fondsen van hun revolverend ter beschikking hebben gekregen. Dat betekent dat ze die ooit weer terug moeten krijgen. We hebben daar een periode van tussen de 5 en de 10 jaar. En dan moet het klaar zijn voor de markt. Dus in die periode moeten we het gewoon allemaal klaarmaken dat de markt het kan overnemen. Daarvoor is het al zo dat wij, en dat wisten we toen we begonnen, dat de provincie zei van we gaan eerst de voorgebouwen klaarmaken. We gaan laten zien dat het kan, dat het werkt wat we bedacht hebben. En voor het U-gebouw hebben we geen middelen meer ter beschikking gekregen. Dat was ook van tevoren bekend. Ja, we staan nu door het succes van deze voorgebouw staan we nu klaar om aan het U-gebouw te starten. Maar daar hebben we geen middelen voor. Dus we zoeken nu naar marktpartijen, naar samenwerkingspartners om daar een draai aan te kunnen geven. Ja, dus dan komt er een investeerder en die verhuurt het dan weer onder waarschijnlijk op die manier? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat er een investeerder het gebouw koopt vanuit de provincie en wij het concept wat we al bedacht hebben voor het gebouw voor hem gaan waarmaken. Oh, ja. Er staan al huurders in de rij die zeggen van ik wil heel graag wat met dat gebouw. Dus de markt aan die kant is geïnteresseerd. Ja, we zoeken of een investeerder of een financier, in ieder geval samenwerkingspartijen om het voor elkaar te kunnen krijgen. Hoeveel bedrijven zijn er nu al gevestigd, even ruwweg? En er staan er nog veel op de wachtlijst, begrijp ik nu? Ja, we hebben hier, laat maar zo zeggen, een 40-tal bedrijven, van klein tot groot hebben we hier al zitten. Van de bekende eenpitters, de ZZP'er, maar ook tot bedrijven die met 40, 50 personen hier zitten. Ja. Ik zit even te denken, dan komen steeds meer mensen, maar nu staat het al bijna vol op parkeerterrein. Komt daar een uitbreiding of moet je een parkeerdek gaan bouwen ook nog? Gevoelig onderwerp. Nee, wat het is, parkeren is lastig in dit soort omgevingen. We hebben nog voldoende capaciteit, want je kunt nog langs de Almeistraat langs parkeren. We hebben hier op het project hebben we nog capaciteit. En het tussengebied tussen zeg maar, Leerfabriek KVL en het stadscentrum, daar komt een hele nieuwe ontwikkeling waar de gemeente nu mee bezig is. Vlak voor de kerst is daar het jaar op gekomen vanuit de politiek. En daarin is ook voorzien voor een groot aantal parkeerplekken te hebben. Maar nou denk ineens aan, er ligt een rails, hè? Waarom kun je niet met de trein hier naartoe? Ik bedoel, we hebben een schitterend perron weer aangelegd. Vertel daar ja, iets over. Ja, een onderdeel van het succes van Leerfabriek KVL is wel dat we heel dicht bij het station zitten. Ja. En dat merken we ook. We werken heel veel samen. Dat is ook een van de investeringsprogramma's vanuit de provincie vandaan. Is dat we heel veel met studenten samenwerken. En ja, die komen allemaal met openbaar vervoer. Dus we zijn al heel erg aantrekkelijk daarvoor. Ja, ja.
Er is een initiatief voor om een treinstel hier weer voor het gebouw te gaan zetten. Dat zou helemaal mooi zijn. Nou, zitten we hier in het café. Ja. Ik begrijp ook dat de mensen gezamenlijk hier lunchen, althans de meeste. Ja, ja. Klopt. We hebben dat is een initiatief wat je genomen hebt om het zo te doen. Ja, heel belangrijk. Wat we hebben gezegd, van we willen iedereen achter zijn bureau vandaan hebben tussen de middag. Tussen 12 en 13:30, 2 uur kun je hier lunchen. Voor huurders is dat tegen een zeer gereduceerd tarief. Om te zorgen dat je iedereen elkaar hier treft, dat er hier gesprekken tot stand komen. Alle bedrijven kennen elkaar hier ook inmiddels. En hier vinden de deals plaats. De samenwerking komt hier tot stand. Ja. En dat is zo belangrijk. Op dit moment al zo'n 60, 65 lunches tussen de middag. Zo. En vanaf 1 januari zijn we nu ook 5 dagen in de week open. We waren er nog maar 3. Maar iedereen vraagt erom, ja, en de maandag en de vrijdag dan. Ja. Dus het is, gaat hartstikke goed. Oh, dat is heel fijn. Ja. Als je nu voor jezelf zegt, nou, mijn grote wens voor de gemeente Oosterwijk en voor KVL zou zijn dat? Dat dit een bruisend geheel is waar je waanzinnig goed kunt werken. Waar je goed kunt wonen. Het mooiste zou zijn als de woonomgeving, dus de nieuwe woningen die het bouwfonds aan het realiseren is. Of de lakfabriek. Dat die hier ook naartoe komen. Dat daar mensen hier kunnen werken. Dat zou heel mooi zijn dat we hier ook een cultuuromgeving creëren. Niet de cultuuromgeving zoals die in Tilliander zit. Maar een wat rauwere, wat ruwere cultuuromgeving. Dat we hier een binnenterrein hebben waar we ook evenementen kunnen hebben, zomers. Waarbij we eigenlijk een heel bruisend centrum, subcentrum van de stad. Ik heb nog even een opmerking. Het bestaat 100 jaar. Ja. En 100 jaar geleden hebben ze hier al alle kabels, alle voorzieningen allemaal ondergronds gemaakt. Dat was eigenlijk uniek in die tijd. Ja, ja. En dat is er nog steeds. Ja, dat is er nog steeds en dat behouden we ook. De energievoorziening vanuit de stoommachine, de Stichting Stoommachine die dat nu beheert met 80 vrijwilligers, die gingen door middel van een gangenstelsel overal over het terrein heen tussen de gebouwen. Uniek. Waanzinnig mooi. Je kunt er doorheen lopen. Het wordt allemaal weer in ere hersteld. Niet alles kunnen we behouden, maar er is in ieder geval een groot gedeelte. Ja, dat is gewoon geweldig. En dat maakt het ook zo mooi, want je hebt hier al zo'n rijke historie. Ik hoef je niet zo veel meer te vertellen. Nee. En iedereen wordt enthousiast als je als bedrijfje hier wilt starten. Zegt, ja, er zit hier al zoveel historie. Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi. Nou Ben, ik wil je danken voor dit gesprek. En heel veel succes in de toekomst. En wij hebben er veel vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Dankjewel, ook voor het vertrouwen. En we gaan er iets moois van maken. Samen met de gemeente, met de provincie, met alle partijen om het hier een succes van te maken. Okay. En we zijn mooi op weg. Mooi zo. Dankjewel.